gaat nog wat. Nee, want de banden zijn bevroren. Goedemiddag! Nou. It's Christmas time. Ja, dat lijkt me duidelijk, ja. It is Christmas time. Ja, ziet er leuk uit. Ja, maar jij ook trouwens. Wat zijn wij twinning? Ja, inderdaad. Prachtig. Goed, hè? Ja. Hey, onze hele week is in de sneeuw gevallen. Ja, maar letterlijk. Echt, afgelopen maandag zouden wij naar de Star Wars première. Dat was ons eigenlijk ons leuke uitje samen. Gewoon te Maar het sneeuwde zo hard dat ik het niet meer aandurfde om in de auto te stappen. Nee. En dat vond ik eigenlijk best wel heel erg jammer. En dan hadden we nog een hele leuke shoot voor jou die we niet konden doen. Hadden we ook. Ook echt niet doorgegaan. Heel jammer. Nee, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb er een traantje om gelaten. Ik ook. Ik had echt een KUT-dag. Precies. Maar daar mag de pret niet drukken. Nee, want dat hebben we wel gedaan. Wij zijn wel eventjes in de sneeuw. Gaan wandelen. Gaan wandelen. Great. It's the most wonderful time of the year. Kijk hoe mooi. Gaat nog wat? Nee, want de banden zijn bevroren. Oh, godverdomme. En hoe vonden we dat? Nou, het wandelen was nogal koud. Heel erg leuk. Maar... Iedereen ziek? Ja, door die leuke wandeling hebben we een soort longpleurs opgelopen. Iedereen ziek? Alhoewel er wel weer een hoogtepuntje was. Dat kan je zeggen, ja. Ja. Want weet je wat er Want, was? Want wie was de jarig? Markie, die is jarig. En ik heb natuurlijk gezorgd voor een heel leuk cadeautje. Meneer houdt van koekjes. Meneer houdt van Kiss. Meneer houdt van Motley Crue, van alles. Ja, ik ben het even aan het vertellen. Dus nu ben ik eigenlijk net terug, want Mark is snel weg. Dus dan kan ik eindelijk jullie de koekjes laten zien. Die heb ik speciaal laten maken. Allemaal per stuk verpakt. Maar ik heb ze net al allemaal even snel bekeken, stiekem. Dus ze liggen nu een beetje door elkaar. Ja. Hoe cool is dat? En... vinyl. En wat heb ik een leuke ding gekregen, schat. Ben je er blij mee? Ja, ik heb allemaal vinyl gehad. En daar hou ik van. Ik verzamel platen. En ik heb heerlijke koekjes gekregen. Van Kiss en van Motley Crue. En die zijn heb zo mooi. Die zijn zo mooi. Dat ik ze eigenlijk... Ik ga ze niet opeten. Ik ga ze bewaren. Nee, maar ik dacht dus... Je bent natuurlijk gek van Kiss, Motley Crue. Nou, alle rock uit de 80's ongeveer, hè? Mm-hmm. Maar nou wilden ze je niet opeten, terwijl jij ook een soort cookie monster bent. Ja, maar ik vond het wel heel origineel gevonden van mij. Ja, dat vond ik ook. Waar heb je ze gevonden eigenlijk? Ja? Over gevonden gesproken, waar heb je ze gevonden? Nou, ik ga het even vertellen. Ik zou bij Irene van het cookie salon zou ik een workshop gaan doen. Die was ook in het water gevallen. Want cookie. Ik denk, dat was natuurlijk nog leuker geweest als ik het zelf had gedaan. Nam. Ja, sorry. Maar dat is dus niet gelukt. Maar uiteindelijk, ik heb gewoon mijn mannetjes overal zitten. Ja, nee, dat is duidelijk. Ja. Ik vind het fijn. Ik hoop dat je die mannetjes niet... vaker belt. Ja, maar je hoeft niet alles gewoon te weten. Nee. En nu is het tijd voor de kerst. De kerst. De kerst. Ja, de kerst. Wat gaan we doen met kerst? Wat we gaan doen met kerst? Eerste kerstdag krijgen we familie te eten hier. Erg gezellig. Ja, we willen trouwens iedereen ook eventjes bedanken voor de receptjes die we allemaal hebben doorgestuurd gekregen. Daar gaan we zeker wat van maken. Worden wij wel blij van. Maar weet je wat we nou hebben geregeld? Wij doen gewoon het hoofdgerecht. En de rest maakt gewoon het voorgerecht en nagerecht. Goed geregeld. Zo doen wij dat. Want weet je, wij willen niet alles gewoon dat het op onze bord neerkomt. Nee. Nee, laten ze maar eens wat doen. Precies. Dat is de samenhorigheid. Ja. He? Iedereen maakt wat lekkers. Dus beter is het gewoon tevreden wat ze gaan maken. Want anders is het volgend jaar een hele rustige kerst. Ja, zou ook niet verkeerd zijn. Nee, een tweede kerstdag. Nou, dan gaan we naar jouw familie. Gaan we daar gezellig heen. Dus we hebben het druk, maar we hebben er heel is. Veel zin voordat in. Het zo ver is. Wat? Hebben we nog een leuke week voor de boeg. Mm-hmm. Nog heel veel dingetjes. Ik hoop dat ik me dan ook wat beter voel. Misschien is het wel leuk als er dan mensen echt helemaal alleen zijn. Dat ze met elkaar, de kerst, dan kunnen ze dan een beetje op gaan zoeken. Of dat ze hier langskomen, dat kan natuurlijk ook. Ik denk dat we hem gaan afsluiten voor deze week. Toch? Koffie is klaar, jongens. Einde bericht. Ho, 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 Merry Christmas! Woo! We zeiden natuurlijk einde bericht.
Maar dit is toch geen einde bericht? Nee. Nee. La 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 la. Praat jij maar verder hoor. Nou, wij willen iedereen onwijs fijne kerstdagen wensen. Een hele dikke kussenknuffel van ons. Merry Christmas!